De restaurantori, welkom erbij. Er is straks vuurwerkperiode en er zijn reeds containers met vuurwerk geïmporteerd. Tot en met 31 december mag er vuurwerk het land binnengehaald worden. De verkoop aan winkeliers groothandel begint vanaf 1 december. De verkoop aan consumenten kleinhandel en de afsteekperiode is van 27 december tot en met 1 januari. We zullen hierover praten met brandmeester, hoofdvoorlichter, de heer Alton Pinas. Meneer Pinas, welkom in het programma. Ja, dank u wel. Hoeveel vuurwerk is er tot nu toe geïmporteerd? Tot op dit moment is het nu duidelijk het aantal vuurwerkcontainers dat binnen is, omdat de afdeling preventie bezig is met het in elkaar zetten daarvan. En als ze het aantal helemaal hebben, dan wordt dat doorgestuurd naar de leiding en dan krijg ik hem op kantoor. Dus pak een beet, volgende week heb ik een beter beeld hoeveel containers er al zijn in het land. En van het aantal containers dat zijn geïmporteerd met vuurwerk, zijn er daartussen illegale vuurwerksoorten aangetroffen? De informatie die we tot nu toe heeft bereikt is dat er geen verboden vuurwerk het land is binnengekomen. Hoeveel, als u een schatting kan maken, hoeveel vuurwerk dat u, denkt u dat er dit jaar geïmporteerd zal worden? Om en bij 30 tot 30 zoveel containers zullen binnenkomen hoor. Kunt u ingaan op de afschietperiode? De vuurwerkafschiet- en verkoopperiode is van 27 december van het jaar tot en met 1 januari van het komend jaar. En over de vuurwerkslachtoffers? Het afgelopen jaar hebben we 12 vuurwerkslachtoffers gehad. Hoe zal de brandweer dit jaar daarmee omgaan? Ja, het was teleurstellend. 12 vuurwerkslachtoffers. Het jaar daarvoor was het ook zo'n groot aantal. We hebben geprobeerd om het aantal slachtoffers te minimaliseren. Helaas is dat niet gelukt. Dus hebben we geprobeerd om van het jaar een andere strategie aan te pakken. Als we kijken naar de vuurwerkslachtoffers landelijk, dan hebben we de meeste slachtoffers geregistreerd in Paramaribo en Nikeri. Voordat we hebben aangegeven dat we van het jaar onze campagne in Nikeri zullen starten en daar met extra manschappen daar zullen zijn om te proberen om van daaruit die bewustwording op gang te brengen en natuurlijk als resultaat minder slachtoffers te krijgen. En zijn er ook andere voorlichtingsmethodes die de brandweer dit jaar zal toepassen? Ja, sowieso. We gaan niet alleen naar Nikeri, we gaan ook naar Mungo. We doen Koroni ook aan. 15 november, daar is het ministerie van Openbare Werken bezig met een heel mooi project. Het is een beroependag die ze gaan organiseren. De brandweer zal aanwezig zijn en daar zullen we ook proberen om die bewustwording bij het publiek op gang te brengen. We gaan flyers uitdelen. We gaan de mensen ook een enkele vuurwerkbrillen, zoals u ziet. Enkele vuurwerkbrillen gaan we dan weggeven. Zodat de mensen weten dat ze hun oog moeten beschermen. Niet alleen hun oog, maar ook voorzichtig moeten omgaan met vuurwerk. En welke tips heeft u voor mensen die vuurwerk zullen afschieten? Sowieso zijn er tips wat vuurwerk betreft. Men moet vuurwerk met een uitgestrekte hand afschieten. Met een vuurwerk aansteekstokje. In de volksmond zegt men wierook. Vuurwerk moet afgeschoten worden op de vaste grond. Niet vanuit je hand het vuurwerk afschieten. Het is zeer gevaarlijk. Verder is het belangrijk dat bij het afschieten van vuurwerk ouders erop toezien dat het op een veilige manier gebeurt. Het gebeurt vaak dat de ouders er niet bij zijn. Ze denken het is kindervuurwerk, het kan niet gevaarlijk zijn. Maar ik kan u zeggen, kindervuurwerk bestaat er niet. Elk vuurwerk is gevaarlijk. Ook de pop-up heeft eens het oog gekost van een kind. Ook die wonderkaars die je moet draaien. Heeft ook een lelijke wond aan een beetje de voet gebracht. Dus het is belangrijk dat de ouders erop toestaan. Verder moet vuurwerk afgeschoten worden. Of laten we zeggen, die vuurpijltjes moeten afgeschoten worden in een fles gevuld met zand. Niet op de zachte grond. In deze periode is het een beetje regenachtig. En
die vuurpijl kan elke kant op gaan. Het kan in een, aan de gordijnen van een buurvrouw gaan. Dus het is belangrijk om hem dan in een fles gevuld met zand af te schieten. De winkelier die mag geen vuurwerk verkopen aan kinderen beneden 12 jaar. En die kinderen mogen ook geen vuurwerk gaan kopen bij de winkelier. Dus als wij als ouders erop toestaan en toezien, dat op een heel kundige wijze verloopt. In hoeverre maakt de brandweer gebruik van social media om die voorlichting naar de samenleving te brengen? Mooie vraag. We hebben een Facebook-page, maken we ook gebruik van TikTok. Het is zeer belangrijk om informatie te geven, niet alleen via de massamedia. Met massamedia bedoelen we de televisie, de kranten. Maar haast iedereen is nou op de sociale media. Dus ook de brandweer maakt daarvan gebruik om de mensen te bereiken. Om dan de boodschap via sociale media naar de mensen toe te brengen. En dit jaar nemen we aan dat de Pagara-estafette ook weer gehouden zal worden. Hoe zal de brandweer dit begeleiden? De Pagara-estafette zal begeleid worden zoals elk jaar. De brandweer gaat altijd stand-by zijn. Niet alleen met manschappen om erop toe te zien dat het veilig gebeurt. Maar ook onze tankwagen en een tankauto-spuit zal stand-by staan. In geval er een calamiteit mocht zijn, dan zijn we dan ready. En welke boodschap heeft u naar de samenleving toe in verband met betrekking tot die Pagara-estafette? Heeft u een boodschap daaromtrend? De boodschap die ik kan doorspelen naar de gemeenschap wat betreft de Pagara-estafette. Het is vaak gebleken dat mensen geen oppas hebben voor hun kinderen. En dat ze dan met heel jonge kinderen, zelfs met baby's, er naartoe gaan. Het is zeer gevaarlijk. Alleen maar het inhaleren van de rook die vrijkomt bij het afschieten van vuurwerk is voor ons als volwassenen gevaarlijk. Laat staan voor de kinderen. Vaak zien we dat de kinderen ook niet een masker hebben, een neuskap om zich te beschermen tegen die rook. Dus het is belangrijk dat de mensen liever niet met kinderen in de drukte komen. En als men met drinken mee wil komen, geen glazen flessen. Het is zeer gevaarlijk om glazen flessen mee te nemen. Probeer zoveel als mogelijk drinken in een petfles mee te nemen. En als je drinken hebt gebruikt, probeer je rommel gelijk mee te nemen en iets daar te laten op de openbare weg. Welke vuurwerksoorten mag men schieten, afschieten en welke soorten weer niet? De verboden vuurwerksoorten. Gelukkig zijn er geen vuurwerksoorten op dit moment binnen. Maar de verboden vuurwerksoorten zijn vuurwerksoorten met een extra harde knal. Om een voorbeeld te geven, wat ik daarmee bedoel, de Color Flower, de Crazy Gang, Crazy Robot, de grote strikers. Maar wat de laatste tijden gebeurde, is dat als we ze aangeven welke niet binnen mag komen, bijvoorbeeld Color Flower, dan komt die volgend jaar wel binnen, maar met de andere naam, Crazy Gang of Color King of noem maar op. Dus hebben we ze getest op geluidssterkte en een bepaalde geluidssterkte mag dan niet meer binnenkomen. Vindt er controle plaats bij de verkopers? Ja, sowieso de afdeling preventie. Die zorgt ervoor dat er controle wordt gehouden. Ook de afdeling PR assisteert hen daarin. Samen met de bikers die onder ons vallen. En we gaan de verschillende winkels in. We doen steekproeven. En als er onregelmatigheden worden aangetroffen, dan wordt die dan doorgespeeld naar de afdeling preventie. En zij dan bij machten om maatregelen te treffen. En we hebben de droge periode achter de rug. Meestal heeft dat invloed op het aantal keren dat de brandweer moet uitrukken vanwege brand. Hoeveel keren heeft de brandweer moeten uitrukken in deze periode? Als we naar de gras- en vuilnisbranden kijken, als we de statistieken nagaan, dan hebben we meer dan 200 meldingen ongeveer per dag gehad. Wat betreft woningbranden, in oktober alleen hebben we 29 woningbranden geregistreerd gehad. Dat geeft aan dat er gemiddeld twee woningbranden per dag waren. Als we naar de oorzaken kijken, dan zien we dat oorzaak nummer 1 is kinderen die met vuurwerk hebben gespeeld. Op de tweede plaats is dat brandstichting. Op de derde plaats is het nog onbekend. Maar meestal kan het wel brandstichting zijn, maar we hebben daarvan nog geen harde bewijzen. Maar
het is vaak voorgekomen dat mensen hun huis in brand steken. Zal er ook voorlichting hierover in deze periode vooral worden gegeven? Ja, sowieso. Niet alleen in deze periode. Voorlichting is een ongoing thing. Ja, voorlichting is eigenlijk de hele dag kan je voorlichting geven. Het hele jaar door kan je voorlichting geven. En het is nooit genoeg. Het is, ligt aan de mensen wat ze met die voorlichting doen. Wat doet men met de boodschap? Zet je het naast je neer of zeg je van nee, ik doe er wat aan. En als we met z'n allen gehoor geven aan de oproep van de brandweer, dan denk ik dat we minder calamiteiten krijgen. Nog een vraag over de vuurwerkperiode. Hoe bereidt de brandweer zich voor op deze periode? Ja, de vuurwerkperiode eigenlijk 2 maanden vooraf. Vanaf september zijn we bezig met de voorbereidingen. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. Hoe we hem zullen aanpakken. We kijken naar de statistieken. Waar de meeste gevallen voorkomen. De volksbuurten. De districten zoals ik aangaf. Nikeri en Paramaribo. Waardoor we dan extra dimensie zullen leggen aan de informatie. Wat betreft die plaatsen. We naderen het einde van dit jaar. Hoe blikt u terug op het afgelopen jaar, ja, het aantal keren dat de brandweer meldingen heeft gehad van brand? Hoe blikt u terug vergeleken met het afgelopen jaar? Nou, als we kijken naar het aantal meldingen, dan is het niet zo rooskleurig gegaan van het jaar. Maar belangrijk is weer de oorzaak wat ik eerder aangaf. Kinderen die met vuur hebben gespeeld. We hebben onlangs een woningbrand gehad. In de buurt van Menkendam. En daar heeft een jongetje met de aansteker gespeeld. Hij heeft eerder al mee gespeeld. En men heeft voorkomen dat het juist in brand stond. Toch heeft men de aansteker op tafel gelaten. Waardoor de jongen de kans heeft gehad om ermee te spelen. Op het bed van zijn moeder. Hij heeft het matras in bed gestoken. Dus we blijven de informatie geven. We blijven de voorlichting geven. En ik blijf zeggen. Vroeger zeiden we. Laat je aansteker ver. Van het kind. Maar ver is een relatief begrip. Wat voor jou ver is als moeder of vader, hoeft niet ver te zijn voor het kind. Nu zeggen wij, neem je aansteker mee. Het is niet een dure grap. Papa heeft 1, mama heeft 1. De kinderen gaan niet koken. Neem je aansteker mee. En zodoende voorkom je dat het kind de aansteker heeft om ermee te kunnen spelen. En welke boodschap heeft u naar degene toe, voor degene die vuurwerk zullen afschieten? Degenen die vuurwerk zullen afschieten, in die periode hebben wij een periode van vreugde. We feesten allemaal. Glasje op, laat je rijden. Maar los daarvan, het afschieten van vuurwerk, daar moet je snel reageren. En alcohol vertraagt het vermogen van jou. Je gaat langzaam of traag reageren. Het is belangrijk dat als je alcohol hebt gedronken, liever geen vuurwerk afschiet. En heeft u tot slot nog een oproep of boodschap naar de samenleving toe? We naderen de kerstperiode. Laten we proberen om voorzichtig om te gaan. En met vuurwerk, dat niet alleen. Maar ook om op onze eigen veiligheid te letten. Glasje op, laat je rijden. Een ongeluk schuilt in een hoekje. Alles moet ook aan brong. Maar doe naar jou, van je go om, naar je eigen veiligheid. Zo heeft het gehoord van brandmeester Alton Pinas, hoofdvoorlichter van de brandweer. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.